Goedemorgen. Good morning. Bon dia. Voor de voorzitter, voor de speciale gasten van de Caribische eilanden, voor de staatssecretaris en voor mijn waarde collega's. Het is een enorme eer inderdaad om hier te mogen zijn. In het hart van onze democratie. Voor mijn maiden speech over onder andere de wijze les van mijn tante Marjorie, de kracht van Irma en ook een verhaal over u en over mij. Mijn tante Marjorie vertelde me namelijk laatst dat decennia geleden door mijn grootvader is voorspeld dat ik hier zou staan. Onder de zogenaamde sandbox tree. Een boom waar veel gemeenschapszaken op Sint Maarten besproken en gepland werden door mensen die in die tijd, niet zoals in Nederland, nog niet mochten stemmen. Het zijn verhalen die je soms kunt gebruiken wanneer woorden tekortschieten over waarom je hier bent, over waarom wij hier samen zijn. Mijn moeder kwam uit Sint Maarten en mijn vader uit Nederland. En toen mijn ouders elkaar op de kweekschool in Den Haag ontmoetten, waren biculturele gezinnen nog een uitzondering. En op zoek naar mijn biculturele identiteit ben ik als 30er met mijn gezin naar de Caribe vertrokken. Toen Irma ons raakte, woonde ik op Sint Maarten. 4 jaar geleden, op 6 september 2017, zat ik met mijn tante Marge in een kleine badkamer toen de storm met meer dan 300 km per uur over de eilanden raasde. En de beelden van wanhoop en van chaos hebt u vast wel gezien in Nederland. Mijn beste aankoop ter voorbereiding van de komst van Irma was een kettingzaag, voorzitter. Die had ik namelijk nodig om door de omgevallen bomen een pad naar de weg te snoeien. We are a resilient country, was het mantra van velen in 2017. Niet wetend dat het geloof in een veerkrachtige samenleving vorig jaar in alle delen van het Koninkrijk en ook hier inderdaad hier in Nederland centraal zou staan. Crisis van deze omvang hebben een enorme mentale impact op je leven. Ook op die van mij. En dat collectieve gevoel van rampspoed en de veerkracht die eruit voortkomt, draag ik voor altijd bij me. En voorzitter, het is vanuit deze geschiedenis en deze idealen dat ik, wat ik al zei, vereerd ben om hier vandaag te mogen staan. Want we zijn hier niet zomaar. Ons verhaal begint al ver voor de geboorte van uw en van mijn ouders. Als ik denk aan onze geschiedenis, denk ik ook aan het verhaal van het Nederlands Koninkrijk en haar koloniën. De relatie was meer dan 300 jaar die van de overheerser en die van de gekoloniseerden. Via het onderwijs en via eerlijke gesprekken hier in onze Kamer moeten we het hebben over deze gedeelde geschiedenis. De Nederlandse rol in de slavenhandel. We moeten het hebben over de gevolgen, wat het heeft gedaan met de verhoudingen, verscheurde familiebanden en hoe deze diepgewortelde problemen kunnen worden weggewerkt omdat het gaat om ongelijkheid. Voorzitter, Caribische mensen roepen ons op om ook de beelden van het falen en het onvermogen te vervangen door de dingen die goed gaan. Zoals lokaal ondernemerschap in Otrabanda. Het doorzettingsvermogen voor betere landbouw. Over getalenteerde professionals hier en daar. Creatieve mensen die zoveel talent en vibe laten zien dat je leeft. Over Saba. Als de eerste plek van Nederland met 100% duurzame energie tussen 8 en 5. Ik sta hier ook voor de jongere Nederlandse generatie. En heel veel vrouwen. Die me open en eerlijk aangeven te weinig te hebben meegekregen over het koloniale verleden. En vinden dat dit moet worden rechtgezet. Ze zijn nieuwsgierig, geïnteresseerd. En jongeren die mij via social media influisteren dat het goed voelt dat iemand vanuit de eilanden in deze Kamer zit. Ik sta hier ook voor de Caribische Nederlandse medemensen hier in Nederland. En waar ik dagelijks trots op ben. Omdat ze zich door tegenslagen heen slaan. Zoals bijvoorbeeld door een 22-jarige die Nederlands studeert en zijn eerste dichtenbundel uitbrengt, Tranen van een Caribiër. Ze vertellen me het gevoel te hebben er niet bij te horen. Ze zien weinig vertegenwoordiging en maken daarom ook helaas te weinig gebruik van hun stemrecht. The concept of we definitely had a priority over the concept of me, where me was only justified or even relevant if acting in service of we. schrijft Maria Planser over haar vader. Voorzitter, dit gaat over ons. En daarom wil ik eigenlijk niet spreken over een Europees en een Caribisch deel, of over 4 landen en 3 bijzondere gemeenten. D66 wil spreken over de hoop en aspiraties van 1 Koninkrijk der Nederlanden, waar gezamenlijke waarden, eerlijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid en kansen centraal staan. Dat vraagt commitment en investering. Geen ambivalentie, geen terughoudendheid en ook geen twijfel. Nog hier en ook niet op de Caribische eilanden. D66 pleit voor een nieuw hoofdstuk met koninkrijksrelaties. Op basis van kracht en meerstemmigheid. En ik sta hier voor deze aspiraties. En ik voel dat het gaat lukken in deze nieuwe Kamer. Diverser dan ooit. Mensen verwachten van ons in dit huis dat we kunnen helen en dat we kunnen verbinden. Voorzitter, het is dan ook op basis van dit persoonlijk verhaal dat ik mijn inbreng voor dit begrotingsdebat aan de hand van de thema's van sociale rechtvaardigheid, democratische waarden en klimaat voorzet met de vraag aan de staatssecretaris. En te beginnen met klimaatverandering, die zoals we al eerder zeiden de eilanden onevenredig hard raakt. Dat zei onze minister-president laatst ook bij de Verenigde Naties. Daarom is het van belang dat het Caribisch deel van het Koninkrijk in de frontlinie staat als het gaat om klimaatadaptatie. De BES-eilanden kunnen als eerste gemeente van Nederland bijna volledig overstappen op duurzame energie. Er is wind, er is zon en er is water genoeg, voorzitter. Het rapport Duurzaam en betaalbare energie in Caribisch Nederland stippelt een plan uit om dit te realiseren. Bonaire is nu nog te veel afhankelijk van olie en kwetsbaar vanwege de spanningen in de regio. We moeten nu via Bonaire Brandstofterminal BV noodgedwongen een investering doen in olievoorziening, terwijl we eigenlijk willen investeren in duurzaamheid. Tegelijkertijd rijzen de kosten voor energie de pan uit, hier en ook op de eilanden. En is de staatssecretaris het met mij eens dat er dus een kans ligt voor duurzame en betaalbare energie? En naar aanleiding van een motie van mijn collega Bouke komt er een routekaart naar klimaatneutrale energievoorziening in Caribisch Nederland. Ik kijk daarnaar uit en zou daaraan willen toevoegen, wordt er ook gekeken naar de urgente financiering hiervan. Voorzitter, het bestrijden van klimaatverandering is een zaak van het gehele Koninkrijk. Maar je vindt helaas de woorden duurzaamheid en klimaat eigenlijk niet terug in de begroting. Terwijl het zeker voor de lange termijn de meest urgente dreiging is. En daarom zal ik een motie indienen die oproept om met een gezamenlijke strategie te komen om klimaat een structureel onderwerp van gesprek te maken. En voorzitter, de vraag die we ons hier moeten stellen is of iedere Nederlander echt dezelfde euro waard is. Of wij de Caribische eilanden echt waarderen. We kunnen de eilanden niet primair, zoals vaak wordt gedaan, als een kostenpost beschouwen. Caribische Nederlanders over zee kunnen nu nog niet eens meestemmen over rijkswetten die hun raken. En op de Antillen werd niet in 1919, maar werd pas in 1949 het algemeen kiesrecht ingevoerd. En dat is dus pas heel kort geleden. Sterke democratische waarden zijn cruciaal voor onze toekomst. D66 blijft zich daarom ook zorgen maken over de traagheid van het herstel van de democratie op Sint-Eustatius. Het fundamentele recht van democratisch zelfbestuur van 3000 inwoners is al 3 jaar opgeschort. Daar stonden we achter. Maar het is toch ongekend en ik schaam me er eigenlijk voor dat het zo lang duurt. We hebben er een debat over gevoerd. In de voortgangsrapportage wordt gezegd dat we de route tijdtabel ontvangen. Maar nu staat in de begroting dat de motie is afgedaan. Ik vraag daarom nog eens. Maar blijft de route tijdtabel en is vooral burgerparticipatie echt opgepakt? Helaas moet ik ook concluderen dat de situatie onder directe politieke verantwoordelijkheid van Nederland ook niet altijd zaligmakend is. En hoe kan het dat het de financiële huishouding na 3 jaar Haags bewind nog niet volledig op orde is voor zo'n kleine gemeente? Voorzitter, een jaar geleden inderdaad begon de discussie omtrent wat wij nu kennen als de COHO. We zijn ondertussen vele leningen en giften verder. En daarom hebben we scherp waar we naartoe werken. Wanneer vinden we gezamenlijk dat het een duurzaam succes is? De landspakketten en uitvoeringsagenda's blijven daarin soms onvoldoende concreet. Hoe worden duidelijke doelen gesteld? Er worden belangrijke conclusies en aanbevelingen, zoals het AIV-rapport of het rapport van de ombudsman hierin meegenomen. Hoe lost de regering het signaal over capaciteitsproblemen om aan de hervormingen te werken op? Voorzitter, tijdens het interparlementair koninkrijksoverleg zagen we een scherpe tweedeling en we zijn weer geraakt door de zorg en armoede van veel mensen die we hebben gesproken. Het duurt te lang en we kunnen niet wachten op de vorming van een nieuwe regering, zoals ook eerder door collega van de VVD werd aangegeven. Daarom roept D66 de regering op om het minimumloon en de uitkeringen op SAMA en op Bonaire te verhogen. Mensen verwachten van ons dat we de volgende stap zetten. En ik zal hier dus een motie over indienen. Voorzitter, D66 staat voor verbondenheid binnen het Koninkrijk. We are a resilient state, is de juiste terminologie, naar mijn mening. Dank u wel, voorzitter, en God bless. U bedankt. Mooie geïnspireerde medenspeech. Felicitaties daarmee.